Hoe krijg je een huis hier in Nederland wat gebouwd is in Estonia? Ik laat het je even zien. Hier zie je een huis van 200 vierkante meter. En dat is ongeveer 4 dagen geleden is begonnen met bouwen. Het zit hier al een kavel van 800 vierkante meter. En in december is de fundering gestort. Daar zijn ze 2 weken mee bezig geweest. Uitgehoogd. En nu in januari zijn ze aan het bouwen. Het hout komt uit Estonia. Heel erg mooi hout. Dat zul je zo meteen wel zien. En voor elke boom die geveld wordt, worden er 2 nieuwe gemaakt. Maar het is prachtige kwaliteit hout. Dus je stuurt de tekeningen naar Estonia. Die worden hier ongeveer 7 weken worden die in de fabriek gemaakt. Ze komen op grote vrachtwagens komen ze hierheen. En ze worden afgeladen. En met een crew die dit dus in 4 tot 6 dagen in elkaar zet. Dit is een wat ingewikkelder huis. 200 vierkante meter, 2,5 verdiepingen. We gaan even naar binnen kijken. Laten we even naar binnen gaan. Dus je kunt met een standaard design beginnen en dat helemaal naar smaak aanpassen. Dus hier is inderdaad eerst een hele grote betonnen plaat. En dit is de eerste verdieping. En dus houtskelet. Dat onderste, dat is tegen de rotte, dat is behandeld hout. Maar dit is allemaal gewoon ontzettend mooi hout. Je voelt dat het echt ook koud is en dat het heel langzaam gegroeid is en daarom ook veel steviger is dan wat wij gewend zijn. Dit was een week geleden, was hier nog niks. En over een week is het hier helemaal klaar. Zo, hier zitten we op de eerste verdieping. Er zit ook nog een zolder op. Kijk, alles komt gewoon direct gezaagd uit de fabriek. Ja. Nou, die hadden ze dus hier niet nodig. Moet je kijken wat een prachtige, supermooi materiaal. Ongelooflijk goed afgewerkt. Dus hier is de ploeg van 5 mensen. Nu zijn het er nog 3. Die zetten alles in elkaar. Die komen uit Estonia. Ja, je moet natuurlijk zorgen dat je wat stijgers hebt. Het idee dat je hier in 7 weken zo'n huis in elkaar steekt en dan 2 weken bouwen dat het dan staat. Is gewoon prachtig. Zo. Wat denk je ervan, Casper? Heb je er zin in? Ja, zeker. Lijkt je dit wat? Lijkt mooi zo'n eier. Ik hoop niet dat we dat nodig hebben. Ik vind dit eigenlijk veel mooier. Gewoon hout. Prachtig materiaal. Geweldig geïsoleerd. Energie neutraal. Doe mij er maar één.